Wat een opkomst. Goedemiddag, welkom bij de persconferentie. Welkom bij de presentatie van de nieuwe trainer van ADO Den Haag. Hij zit hier naast mij, Fons Groenendijk. Bij deze, wie mag ik het woord geven? Martin. Ja, Fons, je zei net, ik ben terug bij mijn jeugdliefde, maar het is een oké. Maar dit is een TV wel analyseren voor televisie. Maar ik dacht dat jij voetballen in de kelder van de Eredivisie, dat je dat wel een beetje zat. Ik speel liever. Nou, dat gaf ik gisteren ook aan. Je gaat natuurlijk zoeken naar iemand die bij de club past. En zijn verleden bij de club als voetballer is natuurlijk een groot voordeel. Wat hij zelf ook aangeeft, een paar keer eerder tegen degradatie gevochten met clubs en erin gebleven. Moet iemand ook even de rust gunnen. Ik ken hem heel goed. We hebben samen cursus gedaan. Ik vind hem een... Ja, Eredivisie spelen en dan gaan we voor langere tijd in zee met elkaar en dat het iets rustiger op sportief gebied is, meer dan 3 maanden, geen na-competitie te hoeven spelen. Dankjewel. Die kant, wie? Ja. We hebben besproken met elkaar. En, kijk, rondom Petro is natuurlijk ook van alles en nog wat gebeurd. Dus naarmate die gesprekken zeg maar verder gingen, ja, werd op een gegeven moment wel duidelijk van... Ik kom net op. Zo is goed, hè. Ja, even kijken, alsjeblieft. Langzaam naar links. Ja, vrienden, naar onze kant. Ja. Ja, staat hij erop? Ik denk het wel. Zou je mijn kant op kunnen kijken? Ja. Ja. Ja, dat was perfect. Heel mooi. Ja, nog eens iets hoger kunnen houden. Dat je nog super perfect. Hartstikke fijn. Dankjewel. Ja, jongens. Ja. Ik heb wel eens gezeten. Ja, ik heb het goed.